Goedemiddag. Ik wil het eens een keertje over de maan hebben. Leuk onderwerp. Veel vreemde dingen over te lezen en te vinden op internet. Een van de dingen die mensen vreemd vinden is... dat je eigenlijk, als je naar de maan kijkt, maar één kant ziet. Altijd, telkens. Misschien op zich vreemd, maar als we kijken naar alle andere manen in onze zonnestel, is er eigenlijk maar eentje die volgens mij dat niet doet. In ieder geval opvallend niet doet. Dat is Hyperion. Dat is de enige die chaotisch heen en weer alle kanten opdraait, eventjes stopt en dan de andere kant weer opgaat. Maar voor de rest zijn de meeste satellieten in onze zonnestelsel, die kijken ook maar met één kant naar hun planeet. En dat kun je ook terugzien in de satellieten die we zelf om onze planeet hebben gegooid. Die kijken ook maar één kant op en dat is naar beneden. Vandaar ook dat we die plaatjes van de satelliet krijgen die recht naar beneden kijken. Dus zover dat mysterie. Ik vind het, sinds ik weet dat alle andere manen dezelfde wenteling maken, zeg maar, op een enkeling na, vind ik het al een heel minder interessant onderwerp. Wat natuurlijk wel een heel interessant onderwerp is en blijft over de maan is de zonne-eclips. Hij past precies over de zon heen. Hij is precies groot genoeg, staat precies ver genoeg van ons af. En zit in precies de goede baan. En dat is gek. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Uranus, die ligt in principe op zijn zijkant en zijn satellieten draaien er zo omheen. Of zo, weet ik niet precies, maar dat maakt op zich niet zoveel uit. In tegenstelling tot zo. Dus het kan maar zo zijn dat de maan niet de baan om de planeet heeft om de zon te blokkeren. Dus wat dat betreft is het al opvallend. En ook gewoon dat hij precies op de juiste afstand van ons af staat. Zodat er gewoon een corona om de maan heen ontstaat als die eclipt. Er zijn natuurlijk ook de nodige mythes over de maan. De landing van, welke was het, Apollo 12 of 13 of zo, waarbij de maan als een gigantische bel een trilling aanslaat volgens mij de eerste keer een stuk of 20 minuten en de tweede keer toch echt wel een paar uur. De verhalen van de oudheid, waarin wordt verteld dat we nog geen maan hadden. Je hebt een specifiek Grieks volk, dat geloof ik de naam heeft van voor de maan, voor de komst van de maan. Progonosolse, ach, je weet het wel, die Grieken verzonnen altijd van die leuke moeilijke namen. Er zijn dit obelisken gevonden op de maan. Er wordt verhaald dat de eerste mensen op de maan vrijwel direct in contact komen met buitenaardse wezens en installaties die daar schijnen te staan. Ik vind het een beetje ver gezocht. Het zou kunnen natuurlijk, maar ja, ik zie niet in waarom je dat niet gewoon gaat melden. Okay, ik ben niet al te slim. En
het. Ja, er is sowieso wel nog iets heel erg geks met de maan. Ik zit hier op Google Earth. Ik ga gewoon even een stukje van de maan filmen. En dan zal ik er wel even wat commentaar op hebben, zoals gebruikelijk. Oké. Dit is... Hier zie je een krater. Mooi rond. Hiernaast is nog een. Hier een object. Op zich even, wordt dit filmpje niet echt interessant. Wat wel interessant is, ja, al die kraters, hè. Zie je dat? Al die mooie ronde kraters. En hier, het lijkt erop alsof de twee vlak naast elkaar zijn ingekomen, maar allemaal stuk voor stuk ronde kraters. En hier een hele grote. Allemaal ronde kraters. Zie je dat? Allemaal rond. Niet eentje wat je zou verwachten als er een meteoor zo in zou slaan. Een soort van langgerekte inslagkrater. Dit is kenbaar op die hele maan het geval. Even kijken op Mars. Die heeft volgens mij ook kraters. Kijk. Ook allemaal weer. Allemaal ronde kraters. Allemaal rond. Helemaal rond. Dus dat is gek. Allemaal ronde kraters. Dus eentje wat je zou verwachten. Ja, dat is op zich vreemd te noemen. Als je naar onze planeet kijkt, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zie geen enkele ronde krater zoals op de maan. Wat dan ook, ja, dit zou eventueel een krater kunnen zijn, maar je ziet al dat die erin zou geslagen zijn. Als dit inderdaad een kratergat is, dit gedeelte hier, dan lijkt me dat ook de ondergang van Atlantis verklaren, die schijnbaar hier ergens zou moeten liggen. Maar ook als je kijkt naar de vormgeving van de oceaanbodem, je toch een beetje diepteverschil kunt zien, zie je gewoon geen enkele kraters op onze mooie aardbol. Ik kan ze in elk geval niet vinden. Dus ja, vreemd. Dus we zien op aarde geen kraters die recht inslaan, maar wel op Mars en op de maan zoals Google Earth ons dat voorstelt. Ja, ik vind het heel vreemd hoor. Zijn er nog meer? Ja, er zijn nogal meer vreemde dingen te weten van de maan. Bijvoorbeeld, als we kijken naar de dichtheid van de aarde en diverse andere manen. Ja, laten we het in ieder geval op de massa van de aarde houden. Dan zien we dat in verhouding, de maan is een stuk kleiner.
Maar in verhouding dat de massa van de maan eigenlijk een stuk te laag is. Waardoor je zou zeggen van... hij is van een bepaalde stof gemaakt die lichter is dan waar de aarde is van is gemaakt. Wat op zich heel goed kan. Maar zo licht dat hij eigenlijk voornamelijk uit een vloeibare stof zou moeten, moeten bestaan. Ja. Dus ja, wat ze dan theoriseren is dat de maan grote grotten heeft, oftewel hol is. Ja, dat zou inderdaad een verklaring kunnen zijn. Wat ik zelf altijd ook wel interessant vind, een geinige theorie, dat de maan een ruimteschip is. En, zoals de welbekende Star Wars Death Moon of zo. Yeah. Ik vind het ook heel erg ver gezocht. Het wordt gezegd dat het de stenen die op de maan liggen ouder zijn dan de aarde. En dat het stof, een miljard jaar of zoiets, en dat het stof wat er naast ligt nog weer een miljard jaar ouder is dan die stenen. Wat natuurlijk de theorie van de maan er later bij komt. Die er later bij kwam, in plaats van wat ze tegenwoordig veel theoriseren, een planeet genaamd Theia die op de aarde inslaat en zo een maan uitpoept. Heb ik toch meer zoiets van, lijkt me nogal stug. Ik denk eerder dat de aarde gewoon een maan heeft gevangen, of misschien een kleinere planeet. Je weet het niet, misschien is dat wat Theia, weten wij veel. Ja, en dat natuurlijk ook sowieso een het geval is de maan die natuurlijk invloed heeft op onze aarde. En dat merken we sowieso door de eb en vloed van onze zeeën en oceanen. Ik denk ook dat de maan voor een groot deel verantwoordelijk is dat... dat op de kern van de aarde vloeibaar blijft. Door die beweging die ze constant om onze aarde heen maakt. En die aantrekking steeds, ik denk die kern op een gegeven moment een swing geeft of zo. Waardoor wrijving ontstaat in onze aarde. En daardoor de warmte ontstaat, waardoor het gesteente smelt, et cetera. Waardoor je onze huidige planeet hebt. En ja, ik kan natuurlijk niet bepalen in hoeverre zo'n lichte, maar toch grote hemelobject de aarde kan beïnvloeden. Dat is geloof ik een kwart van de aarde zo groot. Dat is ook wel iets wat heel erg opvalt. De meeste manen zijn namelijk behoorlijk klein in vergelijking bij hun planeet. Ja. Het was het al zo'n beetje denk ik over de maan. Het zijn natuurlijk ook merendeel gewoon onbewezen theorieën. Dus je kunt het gewoon lekker naast je neerleggen. Ik vind het, de ene theorie vind ik heel erg interessant, de andere vind ik gewoon klinkklare onzin, moet je ook toegeven. Ik vind het heel erg interessant dat ze denken dat misschien wij een Death Star naast onze aarde hebben, maar ik denk dat dat klinkklare onzin is, om het maar eens zo te zeggen. Ja. Wat ik heel erg vreemd vind, waar ik echt geen verklaring voor heb, is waarom de kraters op Mars en op de maan zo recht naar beneden zijn. Die meteoriet laatst in Rusland, die is
gelukkig niet ingeslagen. Dat, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel jammer, want dan kun je niet even kijken van hoe zo'n krater er nou vers uitziet. Een planeet als de onze die zo veranderlijk is. En zoals we ook gewoon op de kaarten zien. Ja, dan verdwijnen die meteorietinslagen kennelijk. En ze zijn gewoon nergens te zien. Maar goed, ja, als je dingen hoort waar je betere verklaringen voor hebt, goede verklaringen voor hebt, waarvan je denkt van nou, ja, had je dat geweten, dan had je het niet eens vermeld. Gooi het in de commentaar en we zien elkaar weer later.